Een groot risico wat je loopt als je zelf aan de slag gaat, is dat je mensen uitsluit. Het lijkt zo aantrekkelijk. Je begint je eigen activiteit, je begint je eigen onderneming in de buurt, omdat je denkt dat je daar een ideaal mee kunt verwezenlijken. Het klassieke voorbeeld is het buurthuis wat je overneemt. Het buurthuis dat wegbezuinigd wordt en waarvan bewoners zeggen, maar dat kunnen wij zelf ook wel beheren. Wij gaan een manier verzinnen waarin we geld kunnen verdienen en tegelijkertijd hier activiteiten kunnen laten plaatsvinden. En dat begint met enthousiaste gelijkgestemden. Maar enthousiaste gelijkgestemden lopen enorm het risico dat ze het wel gezellig hebben met elkaar. Dat het wel fijn is zo met z'n twintigen. En dat er opeens mensen zich niet welkom voelen. En dat gaat niet bewust, want dan was het wel gemakkelijk. Er worden geen besluiten genomen om mensen buiten te sluiten. Maar het is wel wat er gebeurt als je je niet actief en bewust openstelt voor andere mensen. Andere mensen die ook mee willen doen, maar die op de een of andere manier zich niet uitgenodigd voelen door jou. Wees er dus altijd van bewust dat zich dat gaat voordoen. Dat je lekker gezellig met elkaar bezig bent en dat er dan niemand meer bij komt. En dat is zonde, want je hebt er wel behoefte aan. Je hebt er behoefte aan dat zich nieuwe mensen blijven aansluiten. Want je wilt wel door. En soms houden mensen ermee op. Ik wil nog één ding zeggen over uw relatie met die overheid. Wat u te horen gaat krijgen, als u uw eigen initiatief neemt, is dat u een beetje een onbetrouwbare factor bent. Ja, u schijnt als bewoner zomaar de neiging te hebben om er wel eens mee op te houden. Dan stopt u ermee. Want u gaat verhuizen. Of u wordt verliefd, wat ook nogal een ontwrichtend kan zijn in een mensenleven. En dan doet u dat allemaal niet meer. Laat u zich niks wijsmaken. Ik ben in een ander leven bestuurder geweest in een Amsterdam stadsdeel. Die bewoners waren de continue factor. Die waren er altijd. En niet in wisselende samenstellingen. Sommige mensen waren 10, 20 jaar actief in de wijk. En dan kwam ik. Maar ik was ook maar voor 4 jaar gekozen. Maar dat was nog echt lang in vergelijking met de contactpersonen die ik en die bewoners langs zagen komen. Mensen die dan tegen die bewoners zeggen, ja, u kunt dat initiatief wel nemen, maar het is natuurlijk niet helemaal betrouwbaar als wij er als overheid in gaan zitten, die zelf al lang hun sollicitatiebrief op weg naar de volgende functie al hadden verstuurd. Bewoners die 10 jaar lang hetzelfde werk doen en ieder jaar geconfronteerd worden met een nieuwe accountmanager. Laat u niks wijsmaken. U bent de continue factor. De overheid is als instantie aanwezig, maar de mensen die op u afstuurt, nou, daar kun je niet echt van op aan. Dat is elke keer een volgende. Dus zeg dat tegen ze, als ze weer eens tegen u zeggen, ik ga niet met u in gesprek, want u bent geen continue factor.